iedereen, het is weer voor de maand december, de laatste maand van het jaar, van 2014, is de behind the scenes van wat komt er nou deze maand in december. Nou, daar heb ik antwoord voor jullie op, gelukkig, want daarvoor is deze video natuurlijk. Het staat ook op de site en zo, maar goed, het begin bovenaan de lijstje staat de 11 task set, is de Tyranoon task set, 54 tasks over de elves, verdeeld over de Prifdinnas, Eyes of the Forest, Inner Crown Pass, Poison Waste, Temple of Light en een Death Altar. Met als rewards een nieuwe ammo slot voor alle combat styles. Mushroom Patch, Crystal Boy en Shield die verbeterd zijn. Teleport en Grease Damage 6 Dark Pierce, Hinderproofings en Trap Immunity. Dus gewoon een nieuwe task set voor de elves, simpel gezegd. Verder, wat we al wisten dat het zou komen, had ik nog gevraagd op Runefest. Runefest had ik gevraagd en ik kreeg antwoord op. Ik wist niet wanneer het kwam. Nou, blijkbaar komt het dus deze maand. Is het Dominion Tower update, de nieuwe bosses van andere quests. Dus over het laatste paar jaar is een nieuwe quest bijgekomen, nieuwe bosses. Nou, die bosses komen dus nu in de Dominion Tower. En daarnaast komt er ook een nieuwe game mode. De Rumble mode. Kun je met 5 man kun je dus een groep bosses doen, samen. Als het lukt, natuurlijk. Geeft meer punten. En daarnaast zal ook meer nieuwe rewards zijn, verschillende types van dreadnaps, extreme dominion, geüpdate XP rewards en een nieuwe title. Daarnaast komen de winterweekends eraan, dus ieder weekend is er weer een uniek iets van bonus, vooral als het kinderweekend is, voor extra rewards voor Artisanal, Artisans Workshop, Runespan en natuurlijk voor grote kans op Enriched Wisps bij Divination. De weekend van Voidjes, de minigame weekend van Port, meer Voidjes, double rewards bij Castwars en Pest Control. Een Dungeoneering weekend voor meer XP en de kosten in de shop zijn lager. Dus als je iets wil kopen in, voor de, van Dungeoneering, wacht tot dat weekend. En als laatste de Boss en Slayer weekend voor dubbele drops bij bosses en meer Slayer XP. Daarnaast is ook nog het kerst event. Het is al eerst verdeeld over 3 weken. Eerste week kun je Santa helpen met de kerstpakketjes brengen. En bij de tweede kun je de nieuwe boss doen. En bij de derde kun je een soort van snowboarden. Daarnaast is er nog één update die ik heb overgeslagen. Dat was de Premier Clubs. Daar kun je een jaar member kopen. Weer zo'n, al van de vorige keer kreeg zo'n sterretje en zo. Wat je dit keer krijgt, ja, een beetje zal bekend, maar nog niet alles. Dit jaar krijg je in ieder geval vleugels en een pet. Meer, weet nog niet, een jaar member. Je hebt ook voor een half jaar en een kwart jaar. Maar dat is natuurlijk, krijg je ook minder en maar is ook goedkoper. En dat is een beetje ook voor deze maand. Alvast, succes! Yeah!